Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met een waar icoon. Deze machtige Mercedes-Benz G-klasse. Nu, hij oogt alvast zeer knap in deze mat oranje lakkleur met alle zwarte accenten, maar dit is ook nog eens de professional uitvoering. Dit voegt een extra robuuste laag toe aan de G-klasse met unieke velgen en banden, koplampenschermers, dit dakrek en nog heel wat andere accenten. Dat zorgt ervoor dat hij alvast heel robuust oogt, maar dat hij tegelijkertijd ook klaar is om elk terrein te gaan verkennen. Nu, in deze rijtest komt u alles te weten over deze G-klasse. Ik ga het hebben over het dagdagelijkse gebruik, alle knappe technologie aan boord van deze wagen en natuurlijk ook over het rijgedrag, zowel op de weg als offroad. Nu, heeft u bijkomende vragen, kan u die gerust stellen in de commentsectie onder deze video. Wil u meer CarView, kan u ook steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. En wenst u een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan u ook even klikken op het belletje. En dan wens ik u alvast heel veel kijkplezier toe. Deze Mercedes-Benz G-klasse mag dan misschien wel een ras echte offroader zijn, maar ook het dagdagelijkse rijden weet hij heel goed te doen omwille van zijn hoge comfortgehalte. Het is een enorm aangename wagen om mee te rijden, met natuurlijk een zeer uitgesproken en uniek karakter. Nu, dat alles begint natuurlijk bij een goede basis en dat is geen enkel probleem bij deze G-klasse. Je hebt een iets wat hogere, maar best wel makkelijke instap en daarbij hoort ook een aangename, zeer hoge zitpositie met een goed zicht rondom je heen. Nu, dat is natuurlijk ook te danken aan de rechte beglazing, zowel vooraan, aan de zijkant en achteraan. En dat geeft natuurlijk deze G-klasse ook mee zijn kenmerkende looks. Nu, verder heb je ook grote spiegels en het zicht naar achteren toe is ook prima. Voor het rijden en voor het parkeren kan je gebruik maken van een knappe 360 graden camera, waarbij de achteruitrijcamera zelfs wegklapt om hem te beschermen tijdens het rijden, zodat hij niet vuil gaat worden. Verder vind je ook een mooi setje LED-koplampen en ook knappe rijhulp- en assistentiesystemen. En die zijn natuurlijk nog extra welkom, zeker bij het rijden van langere ritten. Zo vind je onder andere rijstrookassistent, blinde hoekdetectie, adaptieve cruise control en nog veel meer. En al die zaken werken op een heel natuurlijke manier. Totaal niet indringend, maar echt ondersteunend. En dat zet natuurlijk aan tot het gebruik ervan. Verder is hij ook verrassend stil binnenin. De G-klasse heeft echt wel goede geluidsisolatie. Je merkt het ook aan onder andere de dubbele beglazing. Enkel het dakrek maakt wel wat kabaal bij 120 km per uur. Maar al bij al weet deze wagen toch echt wel goede geluidsdemping te bieden. Nu, je moet deze G-klasse natuurlijk niet bestellen met het dakrek. Dus zonder dat dakrek is deze wagen echt wel zeer stil binnenin. En dat is toch echt wel indrukwekkend met dit boxy design. En zo kan je ook rustig genieten van je favoriete muziek. Nu, deze G-klasse heeft dus een zeer uniek karakter. En je merkt gewoon, de manier waarop hij rijdt is anders dan eender welke andere wagen. Hij weet een soort zweverig, bouncy gevoel te bieden, wat zeer aangenaam is. En alle oneffenheden in het wegdek worden rustig weggemasseerd. Je hebt echt een goed gevoel van vertrouwen. En dat allemaal is echt wel zeer fijn. Nu, wat natuurlijk ook bijdraagt tot dat karakter van deze wagen, zijn natuurlijk die looks. Dit is een wagen die er zeer kenmerkend en iconisch uitziet. En ik moet zeggen, in deze oranje lakkleur ziet hij er gewoon enorm knap uit. Nu, dat allemaal gezegd zijnde dus. Deze G-klasse is een zeer aangename wagen voor de dagdagelijkse kilometers in alle rust te kunnen overbruggen. Maar het is ook veel meer dan dat. En daarover later meer. De G400T wordt uitgerust met een 3 liter 6-cilinder inlijn turbodieselmotor van Mercedes-Benz. Deze levert een maximumvermogen van 330 pk of 243 kW en een maximumkoppel van 700 Nm. Al dit vermogen en koppel wordt netjes over de vierwielen verdeeld. Al dit vermogen en koppel wordt via een slim vierwiel aandrijvingssysteem op de baan gezet en zo gebeurt 0 naar 100 in een vlotte 6,4 seconden. Deze motor is een ideale match voor deze G-klasse en geeft dat typische moeiteloze, romige gevoel dat je wenst voor een wagen als deze.
Deze G-klasse mag dan misschien wel een robuuste off-roader zijn, maar binnenin vind je nog steeds een stijlvol Mercedes-Benz interieur. Deze wagen weet echt een zeer luxueus gevoel te bieden en hij is gevuld met mooie accenten zoals de speakercovers van het geweldige Burmester geluidssysteem, deze prachtige houten inleg met daarboven ook dit klokje en tot slot een mooie dynamica dakhemel. Nu verder weten natuurlijk ook een robuuste look te bieden met die drie grote knoppen van de sperdifferentiëlen en de grote handgreep die natuurlijk onmiddellijk de aandacht trekken. Maar dat past natuurlijk perfect bij het karakter van deze wagen. Verder heb je ook heel wat ruimte met grote vakken in de deurpanelen, twee bekerhouders hier in de middenconsole en onder de armsteun ook nog heel wat opbergruimte met daarin ook twee USB-poorten. Je komt ook terecht in comfortabele stoelen. Deze zijn elektrisch instelbaar met geheugenfunctie. In dit geval ook verwarmbaar. En voor de mensen die het willen, kan je ook nog gaan voor ventilatie en een massagefunctie. Ook het stuurwiel kan je gaan verwarmen. Nu verder vind je ook een degelijk infotainment systeem. Dit is niet de laatste nieuwe generatie, maar dit werkt nog steeds prima en heeft alle functionaliteit die je nodig hebt, met onder andere ook Apple CarPlay en Android Auto. Het is zeer logisch opgebouwd, personaliseerbaar op verschillende manieren met zelfs verschillende type thema's. En het heeft ook een invloed op de digitale tellerpartij die op zijn beurt ook zeer personaliseerbaar is. Met bijvoorbeeld onmiddellijk de kaart van het navigatiesysteem voor je. Nu uiteraard kan je deze G-klasse ook zeer rijkelijk gaan uitrusten. Zoals ik eerder al zei, kan je voor een geweldig Burmester geluidssysteem gaan. Je vindt ook prachtige sfeerverlichting. Zo zijn er heel wat verschillende mogelijkheden om hem helemaal aan te passen naar jouw voorkeur. Maar ongeacht wat, het is een comfortabele plek om te vertoeven. Ook achterin deze G-klasse is het aangenaam vertoeven. De achterbank zit aangenaam en de stoel voor me die staat in mijn rijpositie. En zoals je kan zien is hier achterin meer dan voldoende benen en hoofdruimte om hier op een comfortabele manier plaats te nemen. Verder vind je achterin ook nog een regelbare airconditioning met daaronder een bakje met een 12 volt stekker en een USB-poort. Je vindt hier ook wat opbergruimte, een montagepunt om bijvoorbeeld een tablethouder te monteren en je vindt hier ook verwarming voor de buitenste twee stoelen. In het midden vind je ook nog een armsteun met daarin twee bekerhouders en uiteraard zijn er ook ISOFIX-punten voor kinderzitjes. De boxy vormgeving van deze G-klasse zorgt niet alleen voor zijn iconische looks, maar het maakt hem ook tot een zeer praktische wagen. Een kofferinhoud van 667 liter zonder de achterbank neer te vouwen is echt wel behoorlijk wat. En al die ruimte is ook heel goed te benutten dankzij net die rechte vormgeving. Wens je meer ruimte kan je de achterbank neervouwen, maar hierbij heb je wel geen vlak laadbed. Maar het vervoeren van grote objecten verloopt heel handig en dat is ook deels dankzij de zijwaarts openende kofferdeur, wat zorgt voor een hele makkelijke toegang. Verder vind je in de kofferruimte ook nog een 12 volt stekker om bijvoorbeeld een coolbox in te pluggen. En dat alles maakt deze G-klasse tot een prima wagen voor alle dagelijkse zaken. Deze G-klasse mag dan misschien wel een zeer comfortabele wagen zijn, maar hij weet veel meer te doen dan enkel rijcomfort. Het is een wagen met een zeer uniek en uitgesproken karakter en dat komt nog meer tot uiting wanneer je met de verschillende rijmodi begint te spelen. Nu allereerst de sportstand. In die sportstand merk je dat er toch wel wat verandert. De ophanging gaat wat opstijven en zo krijg je meer feedback van wat er onder de wagen aan het gebeuren is. En je krijgt ook meer feedback door het stuurwiel met een iets wat zwaarder stuurgevoel. Nu zo voel je je beter verbonden met de wagen. En tegelijkertijd komt ook nog eens de motor en de versnellingsbak helemaal op scherp te staan, zodat die bergenkoppel en al dat vermogen onmiddellijk leverbaar zijn. Nu in de comfortstand merk je pas hoe elastisch dat motorblok is. Je hebt al het koppel al beschikbaar vanaf 1200 toeren en dat maakt dat dit een enorm aangenaam motorblok is om mee te rijden en die versnellingsbak die speelt daar ook perfect op in. In de sportstand merk je dan natuurlijk ook dat dit echt wel een vlotte wagen is, want al dat koppel zorgt er ook voor dat deze G-klasse best wel snel accelereert.
Nu, een G-klasse gaat natuurlijk niet om acceleratiecijfers en snelheid, maar het gaat om het gevoel dat deze wagen je geeft. Hij heeft een zeer uniek rijgevoel, een uitgesproken karakter dus. En vergis je niet, een G-klasse is geen sportwagen, maar hij weet echt wel rijplezier te leveren. En wil je een iets sportievere G-klasse, kan je natuurlijk ook voor een G-klasse in AMG-uitvoering gaan met een prachtige V8 onder de motorkap. Nu, die dieselmotor onderin, die weet dus heel goed zijn ding te doen. En het is ook het ideale motorblok om lange afstanden in alle rust te kunnen overbruggen. Het is ook een heel goed motorblok om een ander aspect van deze G-klasse te doen, het off-road gebeuren. Al dat koppel is onmiddellijk beschikbaar en zeker in combinatie met de kruipversnellingen en deze wat off-road geïnspireerde banden, zorgt het ervoor dat deze wagen echt wel klaar is om elk terrein aan te kunnen. Ook heeft hij hier 3 sperbare differentiëlen en nog heel wat andere zaken om hem echt klaar te maken om elk terrein aan te kunnen. En dat maakt dat deze G-klasse dus echt wel heel indrukwekkende dingen kan doen. Nu dat allemaal gezegd zijn, deze G-klasse weet dus echt wel een heel uniek rijgevoel te bieden. En dat doet hij tegelijkertijd met al het comfort, het moeiteloze en ook alle ruimte die hij weet te bieden. Nu, dat alles maakt deze G-klasse tot een zeer unieke rijervaring. En dat is iets wat we in de toekomst misschien minder en minder gaan zien. De G-klasse is een waar icoon en het is een auto waar ze bij Mercedes-Benz nog steeds zeer trots op mogen zijn. De Mercedes-Benz G-klasse is een indrukwekkende machine. Hij is ongelooflijk capabel en tegelijkertijd comfortabel voor lange en korte afstanden. Hij heeft een heel uitgesproken karakter en laat net dat hetgeen zijn wat hem zo uniek maakt. Wil u meer CarView, kan u steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. Wens u een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan u ook even klikken op het belletje. Van de testwagens komen ook gedetailleerde fotoshoots op de website die u kan terugvinden in de beschrijving van deze video. Van de meer performante wagens komt er ook een afzonderlijke video van enkel het motorgeluid, zodat u een goede impressie krijgt van hoe deze wagen echt klinkt. Tot slot kan u ook andere video's bekijken door te klikken op een van de vakken op uw scherm. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.